Dames en heren, jongens en meisjes, vandaag is de dag. We gaan bandpacken. We gaan geile dingen doen, we gaan leuke dingen doen. We gaan bandpacken vandaag. En ik denk dat als we bandpacken, dat iets heel moois gaat gebeuren. En mensen kunnen uiteindelijk ook wel winnen als ze bandpacken. Mbappé is leuk, Neymar lachen, natuurlijk. Messi, natuurlijk. Altijd lachen. Band is dit. Zeg maar, je hebt de samenleving en alles wat echt wel leuk is. Skydiven, miljonair worden, neuken met een model. Allerlekkerste dingen, zeg maar. En dan heb je band, team of the season. En dat is dan... Dat is een beetje hoe ik het eigenlijk omschrijf. Ik kan abonneren als je het niet gedaan hebt, zou ik even waarderen. We zijn bijna bij de 60.000 abonnees. En dan wordt het een orgie. En dan zijn we allemaal uitgenodigd. Alle 60.000. Hier bij mij thuis in Roffa. En dan zijn we aangekomen bij onze eerste kandidaat. Jawel, zijn naam is... Damien. Damien Fawaka, allereerst. Ja, goed, man. Goed, waar kom je vandaan? Elburg. Elburg, kijk. Dat zijn weer plekken waar ik nog nooit van mijn hele fucking leven van gehoord heb. Elburg, jezus. Aan de rechterkant van bij, wat is dat? Oosthoek, hè? Ja, bij Biddinghuizen, bij Waardebiek en dat. Ja. Zo. Je hebt gewoon een dorp dat eet het harde. Ja. Jezus. Doornspijk, even kijken. Moet niet doodgevonden worden. Oldebroek, Hoge Enk, Oosterwolde. Jezus, ik dacht ik alleen Zeewolde. Ja. Ik dacht dat daar Nederland al genoeg aan had. Hey, ja. Vriend. Moet jij eens even luisteren. Wij gaan... Het is een fantastisch moment dat we treffen elkaar hier. Damien. Ja. Want... Oh, je hebt echt een tering goed team. Jezus, joh. Luister dan. Wat heb jij nodig in je leven? Ja, die Mbappé zou wel leuk zijn. Of die Messi. Ja, of Ben. Ja, maat. Zal ik jou even vertellen? Als jij Ben packt, dan val jij echt keihard in de prijzen. Weet je dat? Echt keihard. Ja? Okay. Echt keihard dat in de prijzen. Dat is niet normaal. Dat gaan we voor Ben. Ja, dat begrijp ik. Maar moet ik deze ook openen of wil je deze bewaren? Ja, mag je ook openen. Ja? Openen? Ja, okay. Zeker. Nou, als hier Ben ook in zit, dan heb je nog steeds feest, hè? 85. Ja, je denkt dat het goed is. Maar ja, kijk, kom je al met je 86. Dat is toch ongelooflijk, zeg. En dit? Ja, open ook maar. Ja, maar dit kan ook niet veel zijn, toch? Ja, nee, dat doet niet goed. Nee. Maar Ben, dat is niet normaal. Ben, dan wordt het echt een ziek feest, wordt het dan. Ja, oké. Dan gaan we voor Ben. We gaan voor Ben, jongen. We gaan het gewoon doen. Ben je er klaar voor? Ik wel. Oh man, als je Ben packt, jongen. Echt. Frans, we moeten Frans hebben. Frans. Yeah. Ja, spits. Oh. 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 Kut. Nou, op zich. Ja, of die wordt ingeleverd in SBC of die gaat de bank op. Hey, thanks voor het openen. We gaan naar de volgende. Als je weer een lekker pakje hebt, kom dan langs. Komt helemaal goed. Helemaal goed, vriend. Thanks. Is helemaal goed. Later, man. Doeg. Dames en heren, jongens en meisjes, we zijn bij de volgende aangekomen. Zijn naam is... Angelo. Krijg jij dan niet vaak die, zeg maar, wat doe je nou? Angelo. Wat heb ik nou gezegd, Angelo? Nee, tegenwoordig niet heel veel meer, maar... Nou, die meme is een beetje dood, hè? Ja, er kwam het aan de lopende band. Ja, dat dacht ik al. Hey, wij gaan even naar jouw team en dan zien wij toch wel een paar dingen. What the fuck ben je aan het doen? 478 wedstrijden. Oh, wacht, 60 voor jou. Maakt niet uit. Dat is echt enkel voor het Alaba-linkje. Ja, dat dacht ik al. Ja, deze is wel lekker. 99 PSQ's. Oeh, dit is wel een hele lekkere kaart. Oeh. Ja, dat is echt een beest. Ja, dat is wel echt een beest. Dat zie je ook wel. Alleen deze vond ik nooit zo goed. Oh, de share plays kwijt. Oh, kut. Slechte verbinding. We moeten snel even een packje openen, anders gaat het weer fout. Wie wordt het? Ben, val je echt ziek in de prijzen? Ja. Maar wie denk je dat wordt? Ja, ik denk niet dat het heel goed gaat worden, maar positief. Ik denk dat Ben of Nemo wordt. Ja, oké. Noem maar eentje. Ik wil er eentje horen van je. Oké, Neymar. Neymar. Let's go. Frans. Spits. Wat is dit? Oh, Guendouzi. Hij is niet heel slecht, maar hij is ook niet heel goed. Nee, is niet waar ik op zat te wachten. Gaat hij in de basis? Nee, ik denk niet. Nee, want hij past ook echt totaal niet in je team. Ik moet mijn hele team gewoon omgooien. Zou ik niet doen. Zou ik niet doen, Angelo. Zou ik niet doen. Ik zou gewoon je rust bewaren en wachten op betere momenten. Ja, want alleen met die rechtsback. Ja, alleen met die rechtsback. Ja, nee, maar dat schiet ook niet op aan. Dat schiet ook niet op. Maatje, bedankt voor het openen van de pack. Rustig aan. Fijne avond. En tot de volgende. Ja, jij ook. Thanks, goed, maatje. Veel plezier. Hey, thanks. Doei. Dames en heren, jongens en meisjes, weer aangekomen bij de volgende. Zijn naam is... Mijn naam is Wim. Wimpy. Ja, inderdaad. Fantastisch. Tering. Je hebt een fucking goed team. Ja, dat is dus het ding, hè. Het is bijna allemaal een tradable. Ja, dag. Heb je deze gepakt? Ja, het enigste tradable is Jorginho. Ah, ja. Ja, je hebt hem hier al klaarstaan, hè. Ik heb hem al klaarstaan. Je weet het. Je weet het gewoon. Dat moet hem zijn. Ik word helemaal gek. Helemaal gek als het een wordt. Word ik echt helemaal loco. Ja, hey, zeg het maar. Wat wordt het? Nou, we hopen natuurlijk ben jij dit, dus dan gaan we ook gewoon voor. Maat, als dat gebeurt, dan val je zo erg in de prijzen. Dat is niet normaal. Dan hoef je nooit meer te werken. Frans, spits. Oh. Oh. Huh? Wat zit nou weer? Huh? Oh, nou. Oh. Doe een mens, schat. Je
Nee, maar je hebt Cancelo al. Wil jij nog volgende bij Ultimate Team of the Season terug willen komen? Of lekker een packje openen tijdens 93 plus momenten? Ben je meer dan welkom? Ja, is goed. Thanks voor de gezelligheid, Wimpy. Fijne avond. Ja, jij ook. Doei, doeg. Dames en heren, jongens en meisjes. Volgende kandidaat. Daar gaan we. Zijn naam is... Lassie. Rivaldo. Is dat goed of niet? Nee, maar hij staat er gewoon om te linken, dus... Maar jouw defensie, daar is niet zoveel mis mee, hè? Zeker niet, zeker niet. Haaland, vind je die goed? Ja. Het is wel echt een beestje. Het is wel mijn spelletje, zeg maar. Dat is een spelletje, ja. Hey, maatje. Als je Ben packt, ja, dan val je zo erg in de prijzen. Dat is niet normaal. Maar wat denk je? Weet je, we gaan gewoon gokken. En we gokken op een Braziliaans vlag in een Neymartje eigenlijk. Goh, dat zou lekker zijn, zeg. Godver, Braziliaanse vlag Neymar. Komt-ie! Braziliaans! Spits! We hebben wel steeds andere spelers, maar nog steeds niet de spelers die we willen. Oh, die heb je ook dubbel ook. Ja, man. Nee, dan moet je die even weer in de SBC stoppen. Dan word je daar weer tenminste een beetje vrolijk van. Ja, komt goed. Hey, thanks voor het openen, maatje. Hey, fijne avond. Hopelijk tot snel. Yes. Fijne avond. Doei, doeg. Dames en heren, jongens en meisjes, zijn bij de volgende kandidaat aangekomen. Zijn naam is... Rafael. Rafael, waar kom je vandaan? Amstelveen. Amstelveen? Amstelveen. Amstelveen. Hoe is het leven daar? Gaat zo'n gangetje. Ga je veel naar de Kruiskerk? Of... Nee, dat doen we niet aan. Oké. Jij, als jij... Hoe oud ben je? 17. Doe je wel zuipen, maar niet publiekelijk. Dus dan ga je gewoon thuis een beetje indrinken en dan nodig je chicks uit. En die neem je allemaal mee naar het Ibis Budget Hotel. Is ik een beetje goed of niet? Ja, zo denkt mijn vader er wel over. Maar niet helemaal. Je vader is een legend. Ja, ook vaker. Hey, even kijken. FC 3 bands. Je hebt drie bands gehad al. Meerdere FIFA's achter elkaar. Wat? Dus, en wat doe je dan? Wat is dit dan weer? Ja, mijn eerste keer 16 wins dit weekend. Ja, eerste keer ooit. Lult. Ja, ik zie het. En ook gewoon deze keer erbij. Ik heb wel wat geluk gehad deze week. Oh, toch wel, ja. Je zou niet zeggen. Ja. Wel een beetje. Jezus Christus, deze dan. Godverdomme, zeg. Ja, gisteravond. CBL. Nee! Ja. Die 93 plus Eikenpack. Ja, gisteravond. Mis met deze guy. Ik mag niet klagen. Dan zal dit wel weer een lafond zijn. Ja, nou, ik kan niet anders. Ik hoop het ook voor je. Behalve Ben, dat gun ik je wel. Maar dit kan toch niet? Ja. Zieke packluck, ouwe. Nou, ik zou me nergens meer over verbazen als ik jou was. Wil je deze ook geopend of niet? Ja. Je mag hopen. Ho, lafond. Kijk, daar is hij al. Maar, weet je, nu heb je hem alvast, hè? Hey, zeg het maar. Wie gaat het worden? Lafond. Komt hij nog een keer. Nou, val je wel aan de prijzen als je Ben valt? Nou, Ben moeten we hebben. Ben, come on. Frans. Ja, ik pas aan mijn team. Ja, Die komt ook vaak, hè? Die fucking Mendes. Kut, sorry. Ja. Ja, ik heb hem nog niet zo vaak voorbij zien komen. Ja, maar nu heb je hem wel dubbel. Ja, het is voller. Ik denk dat mensen het niet verkeerd zouden vinden om hem te hebben. Nee, dat denk ik ook niet. En hij is nog steeds 100k of zo, toch? Ja, daarom zoiets. Hey, bedankt voor het openen, maatje. Hopelijk tot de volgende. Mocht je 93 plus eigen packje nog willen doen met jouw pack, luck, dan ben je altijd welkom. Yes, komt goed. Ga ik even neerzetten dan. Lekker. Laat hem even weten, want we gaan bij Discord gaan we een beetje uitpompen. Dus mocht je het leuk vinden, ben je altijd welkom. Is goed. Oké, top. Spreek je. Yes, fijne avond. Dames en heren, jongens en meisjes. We hebben een nieuwe gast. En zijn naam is? Kees. Kees, fantastische naam. Kees, waar kom je vandaan? Rhenen. Ken je Arnhems Dierenpark? Bij Arnhem is dat. Nee, dat is Arnhemse dinges. Hoe heet dat? Burgers' Zoo. Ja, juist. Nee, Rhenen is Arnhems Dierenpark bij de Gebbenberg. Zegt jou dat iets? Ja, dat zegt maar niet zoveel, nee. Oké, maar... Nee, maar je zit op Duits internet. Was dat gewoon zo'n Pasky-quote? Of is dat gewoon... Nee, totaal niet. Okay. Kijken we naar Pasky tegenwoordig nog deze tijd? Nee, dat... Ja, dat kan ik eigenlijk niet zeggen, natuurlijk. Pasky, mijn bro. Love you. Hey, luister dan. Jij hebt echt een tyfus goed team, man. Lana, hey. Ben je? Wat de fuck, man. De bruine wat is allemaal gepakt? Ja, Arnijn is gepakt, Gullit is gepakt, Cafu is gepakt, Cruijff is gepakt. Ronaldo? Ronaldo is SBC. Yes. Je bedoelt Arnijn zelf? Ja, Arnijn. Ja. Arnijn is ook gepakt, inderdaad. Nou, luister. Neymar, wil je dus? Als je Ben hebt, val je in de prijzen. Ik hoop het voor je.
En mocht je nog een 93 plus pack willen doen, dan kan dat ook in de volgende video. Dus daar ga ik voor zorgen en dan zorg ik dat ik die heb. Mocht je dat leuk vinden, wacht, dan schrijf ik gelijk even je Discord naam op. Even kijken wat jouw Discord is. Maar gaan we, ja, er staat nog 7 ton, dus ja, weet je, als ik nou... stel dat ik Marquinhos pack, kan ik altijd nog de andere Marquinhos verkopen, die is tradable. En dan kan ik de 93 Neymar links buiten halen en dan de rest in de SPC. Nou, Marquinhos, Neymar of Ben, wat een opties. Alles is goed. Hè? Kijk. Kom maar door. Nou, laat me zien. Ja? Laat me zien. Ik wil het weten. Laat me zien. Wat is het dan? Wat is het dan? Ja, toch wel Arnhem, hè? Toch wel een beetje dat Arnhem. Ja. Frans. Het is Spits. Frans. Oeh. Oh, ja. Dat is, ja. Dat is niet heel best, nee. Maar dat is niet, die ga je niet vervangen door Gullit, of wel? Ik kan het proberen, maar ja, hoe goed zou je zijn? Gewoon proberen, ook al linkt hij niet. Ja. Hey, thanks. Dat dus. Fijne avond en bedankt voor het openen. Hey. Tot de volgende. Later. Doeg. Dames en heren, bij de volgende gast zijn we. En zijn naam is Richard. Richard, waar kom je vandaan? Brugge en België. Nog één keer. Waar kom je vandaan? Brugge. Of Brugge, eigenlijk. Ja, Brugge. Brugge. Ja. Ik kan Brugge, België. Godverdomme, leuke stad, man. Hey, Brugge. Leuk, gezellig. Hey, Zinchenko. Jij bent voor Oekraïne, neem ik aan. Of niet? Toch wel Rusland. Half Oekraïens, maar ik heb linksachter en zat in mijn team, dus ja. Ik bedoel die maat niet. Nou, dat vind ik mooi. Oh, je bent op rechtsbuiten, dat is een goede keus. Maar hiervoor word je beloond. Kijk, je hebt niet een heel bijzonder team. Je hebt best wel mensen die uiteindelijk bij jou in de basis kunnen, dat is je voordeel. Maar Ben, Ben gaat zo. Je hebt ook echt heel je inboedel verkocht om deze FBC te kunnen doen, of niet? Nou, niet veel. Eerlijk niet veel gespeeld. Misschien 2 maanden gespeeld en vooral packs dan, zoals mijn team, ja, allemaal een tweede boel, dus. Maar wie gaat... Gewoon op packs gewoon. Maar wie gaat het worden dan? Wie gaat het worden? Eigenlijk maakt het allemaal niet uit. Zolang misschien Ben voor te vervangen of Klaus voor te vervangen, maar het maakt allemaal totaal niet uit. Ik denk echt dat iedereen... Maakt niet uit wie je pack daar komt in de basis bij jou, dat denk ik. Nou, misschien. We gaan het zien. Dank ervan af. Wie wordt het, zeg maar? Guendouzi waarschijnlijk. Guendouzi. Gaan we voor Guendouzi. Maar ik hoop Ben. Ben. Of Mbappé. Of Neymar. Iets. Kom maar. Het is het. Oeh, huh? Fofana. Oeh. Is niet gek, hoor. Wel, als we het vangen voor Kanté misschien. Ja, pas gewoon in de basis. Geen idee. Moet er nog heen passen. Ja, je hebt in principe toch met 2 points gespeeld, dus je kan wel zorgen dat hij een beetje erin past, denk ik. Ik zal wel iets van maken, denk ik. Ah, hij linkt misschien met Zaha. Ja. Is dat hetzelfde? Is dat allebei je voorkeur? Dat denk ik wel. Je voorkeur is het wereldkampioen, ik zie het al. Oh, ja. Kan gewoon. Hey, maatje, thanks voor het openen van je pack, man. Ja, dankjewel, je ook bedankt. En nog een hele fijne avond. Genieten van de Brugge. Spreek elkaar snel. Dankjewel, merci. Dankjewel. Fijne avond, doei. Yo. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe gast. En zijn naam is... Piet. Piet. Waar kom je vandaan, Piet? Breda. Daar was ik vandaag nog. Ja, echt? Ja, ik ging altijd in Breda. Ook vroeger ging ik altijd stappen met mijn voetbalteam. Ja, fantastisch. Dan moet je in Breda zijn. Ja, Breda is leuk, man. Hey, maat, even terug bij FIFA. Ja. Wat is er bij jou een beetje gaande in je leven op dit moment? Alles is een tradable met team, behalve linksachter. Hakuna Matata. Ja. Betekent geen zorgen, hè? En dat heb je volgens mij ook niet echt. Nee. Hoe oud ben jij? 15. 15, lekker zeg. Beetje rukken op je zolder, hè? Is niks mis mee. Ja. Godverdomme, hé. Hey, maar oké. Goed team dus. Wat heb je dan precies nodig? Ja, die Depay mag wel vervangen worden. Toch wel. Luister, als je Ben packt, ben je financieel onafhankelijk. Dan hoef je... Dan ben je er gewoon. Wat denk jij dat gaat worden? Ik denk Mendes. Goh, dat zou zo kut zijn. Alsjeblieft geen Mendes. Geef me een Franse vlag of een fucking Braziliaanse vlag. Frans. Ja, spits. Die had ik... Die Lafont, die heb ik al 3 keer gehad. Ik word daar scheid ziek van, Piet. Ik wil het niet horen. Hey, Piet, het allerbeste. Tot de volgende. Fijne avond. Doe voorzichtig. Ga op tijd naar bed. Ik heb veel genoten, Piet. Tot de volgende. Rustig aan. Yo. Later, man. Dames en heren, jongens. 2,3 miljoen munten. Wat doe jij? Treden, vooral. Echt? Ja. Luister, Rick. Oh, Rick, luister. Het is niet mijn team, trouwens. Rick, luister. Wacht even. Yes. Kan jij dit gewoon even niet voor mij doen volgend jaar? Dit is trouwens niet mijn team, hoor. Je moet even... Missie Mark net. Die is het, ja. Dan ben je inderdaad een trader, als dat je teamnaam is. Anus Bananus, ja toch. En deze heb je gewoon gekocht. Nee. Nee. Huh? Alles is gepakt, behalve Cruijff. Maar traden, dat kan jij dus wel, of niet? Ja, dat gaat wel aardig. Hé, maat, Ben, val je in de prijzen, hoef je nooit meer te werken. Maar wat gaat het worden?
Ja, ik heb er nog drie niet. Ik heb Ben niet inderdaad, Mbappe en Messi. En maar Babbe. Ik heb Toti Messi al, dus... En Mbappe ja, heb je nog dus niet. Doe dan maar Mbappe. Dus die heb ik nog nooit gepakt. Dus, Nou, ik zweer het. Frans, spits, komt-ie. Let op. Kijk, eerst krijg je Frans. Precies. Nee, Fofana. God voor de anus. Ja, ai. Kijk, weet je wat het is? En dat is het gewoon met jou. Jij hebt gewoon dit is gewoon een goede speler die je trouwens al gepakt hebt. En, maar jij kan er gewoon niet mee, omdat jouw team gewoon zwaar overpowered is. Want die Vieira, die is ook goed, hè? Of niet? Ja, klopt. Die speel ik ook wel veel op centerback. Huh? En dan? Als ik de laatste minuut zit, switching naar 5 verdedigers af en toe. Ja, precies. En dan backs helemaal naar voren. Want komt hij erbij op het centrum, achterin. Cancelo is ook goed. Ja, die is echt niet normaal. Die kreeg ik uit die swap tokens pack. Oh. What the fuck zeg. Maar deze is toch niet normaal? Deze is echt gestoord. Ja, dat geloof ik echt. En die Messi die heb ik... ook gepakt. Ja. Heb je dat soms, als je met iemand in gesprek bent, dat je dan een minderwaardigheidscomplex hebt? Ken je dat gevoel? ik snap wel wat je bedoelt. Die houding heb ik een beetje met jou, Rick. Ik heb nu echt... Ik ga lekker uit die shareplay. Ik ben er helemaal klaar mee. Rick, bedankt voor de gezelligheid. Kom maar lekker een keertje terug. Ja, bedankt. En dan doen we nog even een keer een goede pack doen. In plaats van... Yes, is helemaal goed. Gaan we doen. Fofana. Yes, is goed. Doen we. Rick, prettige avond. Leuk gesproken te hebben. Ja, hetzelfde. Tot de volgende. Succes nog. Thanks, man. Yo, hoi hoi. Oké. Dan gaan we naar de allerlaatste kandidaat, dames en heren. En zijn naam is... Kobe. Kobe, waar kom jij vandaan? België, Sint-Niklaas. Dichtbij Antwerpen. Sint-Niklaas? Dat is waar Sinterklaas vandom. Sint-Niklaas! Ik dacht altijd dat hij uit Spanje kwam. Vieren jullie ook Sinterklaas? Ja. Maar Sint-Niklaas. Besef jij op dit moment wat ik ook besef, of niet? Ja, ik woon hier al heel mijn leven, dus... En jij hebt hem nooit gezien daar. Speciaal. Heb jij hem wel eens gezien? Ja. Dit verklaart een hoop. Hij komt altijd van Sint-Nik... Oh mijn god. Hij heeft het wel lastig geworden de laatste tijd. Het is een beetje ondergedoken, maar ik denk dus dat ik weet waar hij zit. Bij de Walburg. Daar ja, zit hij. Ja, dat zou ook kunnen. Een kasteeltje aan het water, omringd de water, alleen de Walburgstraat. Dat moet wel. Sorry, ik ben even afgeleid. Vriend, hoe is het ermee? Goed. Rustig. Bijna examens. En, ben je een beetje voorbereid? Ja, het moet wel lukken, denk ik. Het moet wel lukken, denk je. Oeh, zo. Hé, hoe is die Andersson Talisca? Is dat goed? Ja, die is wel goed, ja. Dat dacht ik wel. Dat ik gekregen uit die packs van die tokens. Die had ik nog... Ik had nog 3 tokens over, dus ik had die maar 1 geleverd in zo'n packje. En ineens komt Talisca eruit. Dat is wel lekker. Deze is ook wel lekker, of niet? Ja, dat dacht ik wel. Zeker. Ja, ik heb zo'n beetje die Pro League Team of the Season gekocht. Voor het plezier zo. Ja, dat dacht ik al. Maar vriend, luister. Als je Ben krijgt, hoef je nooit meer te werken. Maar wat denk je nou echt dat jij krijgt? Even kijken, wat is dit? Wil jij dit nog openen of maakt het niet zoveel uit voor je? Ja, doe die ook maar. Die team mag dat is goed. Okay. Maar wat denk jij dat je eruit krijgt? Ik denk een Guendouzi of zo. Oh, kijk eens. Frans. Spits. Oh, jezus. Nou, die hebben we niet gehad. Was dit gewoon een SBC, die 10 keer, of was dat geen SBC? Ja, eentje is van een SBC en die andere is van een Objective. Ah, Objective. Oké, kom maar. Daar gaan we. Team of the Season. Oeh, ja. Frans. Ja? Spits. Oeh. Fofana. Oeh. Ja. Guendouzi. Oké, die heb je dan al gehad, weet je? Dan is dat tenminste al geregeld. Nu heb je 2 kutten, heb je al gehad. Nu kan je gewoon gelijk door met MVP. Welke gaat het worden? Ik denk Lafont. Lafont. Nou, laten we het alsjeblieft niet hopen. Frans? Oh. Het is hem nog ook. Jij wist het, hè? Dat wist het, hè? Gaat hij in de basis of niet? Ik heb hem al als playerpick ook, dus denk ik niet. Nee, dus inleveren. Ben je er al klaar mee. In de volgende SPC ermee. Ja. Nou, thanks voor het openen in ieder geval, vriend. Oké, dank u wel. Fijne avond in ieder geval. Tot de volgende. Yo. Doeg, later. Mensen, dit was hem weer. Uitermate teleurstellend, geen Ben. Maar, hey, we geven niet op, hè. We geven niet op. Jullie bedankt voor het kijken. Abonneer als je het niet gedaan hebt. Duimpje omhoog, zou ik heel erg chill vinden. En dan zien we elkaar bij de volgende video. Lekker de Ben even. Kom, gaan we lekker de volgende video. Gewoon lekker chill. Gaan we lekker met z'n allen. Okay. 93 plus komt trouwens ook aan. Dus als je die hebt en je wilt het met mij openen. Discord.gg/slotaan. Meld je aan. Wordt tering gezellig. En dan gaan we gewoon lekker. Dan kan je in de prijzen vallen. En dan kan je daarvoor lekker leuke dingen doen. Flash cola kopen. Maar ook gewoon anders gewoon lekker naar strip. Oké, ik heb genoeg gepraat met ze. Boeit ballen. Later.